De heer Van Hagen, Groep Van Hagen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er is de laatste tijd veel te doen over de afkapgrens, hè, de afstand waarbinnen de depositie plaatsvindt. En ja, als je dan de stukken leest, dan zie je dat die afkapgrens eigenlijk bij 500 meter moet liggen. Want de RIVM heeft dat gezegd en Jan-Klaas Santing heeft dat in 212 van de Universiteit van Wageningen toen gedaan. En professor Han Lindeboom, die u ook kent, die heeft toen gezegd, nou, hij heeft onderzoek gedaan naar die pinguïnkolonie, dat is ook 500 meter. Waarom hebben we nog die 25 kilometer als afkapgrens en waarom gaan we niet gewoon terug naar 500 meter? Ja, nou, voorzitter, we hebben in Nederland geen pinguïns. Wel 100 miljoen kippen, 12 miljoen varkens en een paar miljoen runderen. Die afkapgrens, ja, dat is nou iets wat je echt... D66 is daar kritisch over, laat ik daar eerlijk over zijn. We hebben daar ook vragen over gesteld aan de ministers, alweer een tijdje geleden. Er loopt ook nog een rechtszaak over. Die volgen wij met buitengewoon veel belangstelling, want we willen ook weten wat daar uitkomt. Het kan best zijn dat je die helemaal moet opheffen. Het kan ook best zijn dat je die kleiner moet maken. Ik weet dat niet. Dat is ook echt iets wat je aan de experts moet overlaten, voorzitter. De heer Van Hagen. Nou, gelukkig. Dus dat gaan we volgen. Dus ik ben benieuwd als die inderdaad op 500 meter komt te liggen. Want heer de heer De Groot gaf er net aan dat alle... wetenschappers het wel met elkaar eens waren. En ik kan alleen maar wetenschappers vinden die dus die grens op 500 meter zetten. Dus we gaan dat zien. Maar ja. Nog een volgende vraag. Ja, heeft u waarschijnlijk een beetje gegoogeld? Ja, ja, ik google nog eens wat. Ja, kijk, ik heb geen bestuurskunde gestudeerd, dus ik weet niet alles uit mijn hoofd. Ik wil wat weten over de verschillen tussen de verschillende landen in Europa. Kijk, in Duitsland hebben ze gewoon gezegd, nou, onder de 21 mol doen we helemaal niks. Kijken we er helemaal niet naar. Terwijl in Nederland is dat 0,0001 mol. Kan de heer De Groot ingaan op die verschillen tussen de verschillende Europese landen? Zijn ze daar gek of zijn we hier gek? De heer De Groot. Ja, voorzitter, dit is toch echt bijna een déjà vu. Van hoe vaak hebben we hier deze discussie gevoerd over dat het allemaal in Duitsland veel minder streng is. En België had geen probleem. Vlaanderen heeft inmiddels wel een probleem en een aanpak. Duitsland is inmiddels door de Europese Commissie op de vingers getikt dat hun natuurbeleid niet deugt. Duitsland is natuurlijk veel groter, de natuurgebieden zijn robuuster. Nederland heeft onder leiding van de staatssecretaris Bleker het natuurbeleid tot in de minimum teruggebracht, waardoor de buffers eruit zijn, de verbindingszones, dat is een beetje het antwoord, waardoor die natuur zo kwetsbaar is, voorzitter, dat die helemaal niets meer kan hebben. Dat is de Nederlandse situatie en daarin verschilt die van de situatie in onze buurlanden. Maar volgens mij hebben we dit al echt 100 keer gedaan, hoor. Nee, maar, voorzitter, maar het is wel relevant. Andere landen doen het gewoon anders en wij zijn inderdaad gekke Henkie in Europa en blijkbaar wil D66 gekke Henkie zijn, maar dat is natuurlijk de keuze en in de aanloop van de verkiezingen is dat een goed standpunt, denk ik. Dan de volgende vraag. Uit onze stukken bleek dat 61% van de gemiddelde depositie uit het buitenland komt. En maar 16% van onze eigen boeren. Wat gaat de heer De Groot met D66 doen aan die 61% die uit het buitenland komt? Heer De Groot. Voorzitter, Nederland is niet de gekke Henkie. Voorzitter, Nederland is gewoon eigenlijk het vieste jongetje in de Europese klas. En dat is niet alleen bij het natuurbeleid. 90% van de natuur is in een slechte staat. He, dus dat is echt indrukwekkend, dat getal. Dat behoort echt tot de laagste van heel Europa. Nederland is al op de vingers getikt over het niet uitvoeren van het beleid dat ertoe moet dienen dat we schoon drinkwater hebben. He, de nitraatrichtlijn. De klimaatdoelen raken verder uit het zicht als we niet oppassen. De rechter heeft de nationale overheid op de vingers getikt dat we ons niet houden, dat we de burgers onvoldoende beschermen tegen stankoverlast uit de veehouderij. Dus waar haalt de heer Van Haga vandaan dat wij echt in Europa een beetje voorop lopen? Ik begrijp dat helemaal niet, voorzitter. De heer Van Haga. En voorzitter, dat was helemaal niet de vraag. De vraag was 61% van de gemiddelde depositie komt uit het buitenland. En daar hebben we helemaal geen invloed op. En 16% komt van de boeren. Dus dat is een groot verschil. En ja, een beetje het eigen nest gaan bevuilen door te zeggen dat wij het vieste land van Europa zijn, is ook vreemd, omdat onze boeren juist de meest duurzame, de meest diervriendelijke zijn van de hele wereld. En inderdaad ook de meest efficiënte, dus ook een hele hoge productie hebben. Ja, en dan misschien de laatste vraag. Als alle boeren weg zijn uit heel Nederland, dan hebben we nog steeds een situatie waarbij we niet aan onze eigen normen voldoen. Dus hoe gaat D66 dat dan oplossen? Gaan we dan daarna vernietigen?
Ja, voorzitter, die depositie uit het buitenland, uit mijn hoofd, maar kijk er maar eens even op de website van het RIVM, is dat iets van 30%. Dus dat hele getal herken ik niet. En inderdaad hebben we de ambtelijke memo's gezien, de denkexercitie van financiën. Van ja, wat gebeurt er nou als we nou heel erg gaan reduceren? Hebben we dan nog steeds in bepaalde gebieden een probleem? Ja, dat klopt, want je gaat dat 74% van de gebieden van het areaal ga je onder de KDW brengen. Dus ja, dan hou je nog 26% over. Daarom is 2030 het beginpunt. Dan ga je dus nog heel veel verder in 2040 en 2050, tot je de hele natuur in een goede staat krijgt. En ondertussen gaan natuurlijk andere landen daarin ook mee. En zo gaan we het in Europa met elkaar doen. Dus een mooie samenwerking.